Ik weet gewoon niet hoe lang het gaat duren. Mam! Ik denk nu ook wel aan situaties waarin vriendinnen tegen mij hebben gezegd... Natuurlijk is het nog steeds heel naar. Ik ben hier wel blij mee. Dit soort dingen doen echt pijn. Als ik dit uitknip... Oh nee, ik ben er kwijt! Mensen met bindingsangst, zodra zij voor het eerst iets voor iemand gaan voelen... ga ik ervoor zorgen dat ik het genoeg vind zo. Maar ja, ik heb dus wel iets geleerd van Ruben, de jongen en H. Weer helemaal het leven door me heen stromen. Hij heeft er iets van, nou, we kunnen later gewoon vrienden zijn als jij dat kan. En dat lange planken hebben pech. Ik vind het wel interessant om mee te houden hoe het gaat met mijn liefdesverdriet. Dus ik pak mijn camera even bij, het is 6 uur 's ochtends, zaterdag. Ik had van 11:30 tot 4 volgens mij gewoon goed geslapen. Daar ben ik blij om, ik had dus gisteren niet meer gehuild. En de nacht heb ik ook niet gehuild. Toen heb ik net tussen 4 en 6 geslapen. Maar dat ik helemaal bezweet wakker werd. En ik heb dus in die 2 uurtjes heb ik dus lopen dromen dat ik met haar heb geappt. Maar zeg maar dat ik nu met haar heb. Dus echt in deze situatie van, hey, hoe was je eerste avondje? Was je verdrietig? Hoe gaat het nu? Blablabla. Zo werd ik wakker. Toen dacht ik meteen, oh, dat is niet echt, weet je wel. En dan ben je nu wel een beetje sad, maar ik huil weer niet. Dus en nu ga ik verder slapen nog. Ik ben heel erg moe. Dat is een hele andere nacht dan gisteren. Ik ben nu echt al aan het verwerken. Dus daar ben ik wel blij mee. Probeer ik heel bewust mijn brein naar te sturen. Want ik wil altijd gewoon niet te lang met dit soort dingen zitten. Ik wil niet weken en maanden in de put zitten. Dat trek ik gewoon niet. Dus ik hoop dat het werkt. Dat ik genoeg heb gehad aan die dag gisteren echt helemaal zwaar doorheen zitten. Maar ja, wie weet, misschien niet. Ik hoop liever dat ik af en toe even zo'n zwak momentje heb dat ik weer verdrietig ben en hem mis. Dan dat ik de hele dag weer verdrietig ben. Maar ik weet niet, ik heb het raam omhoog gezet, want ik was dus helemaal aan het zweten. Ik heb trouwens ook zijn nummer verwijderd. Ik heb wel even aan mijn ouders gevraagd of zij zijn nummer willen opslaan voor als ik hem weer eens zou willen contacten. Want hij heeft dus helemaal geen social media en zo. En niet foto's verwijderd. Ik heb vannacht even zijn foto's bekeken en toen moest ik ook niet huilen. Maar ik probeer nu heel erg te denken. Het moet zo zijn, dit is beter. Weet je, ik heb het zelf uitgemaakt. Dus dat is moeilijker. Maar uiteindelijk hoop ik minder moeilijk. Want ik het wel zelf ook besloten, maar aan de andere kant, waarom heb ik het besloten? Omdat hij niet verliefd op mij is. Dus dat is eigenlijk ook een soort van uitmaken, toch? Dat iemand niet verliefd op je is. Maar kijk, ik ben heel moe, dus ik ga weer proberen te slapen. Ik heb net mijn vlog online gezet, natuurlijk al even 1,5 uur thumbnail gemaakt en zo. En nu probeer ik nog te slapen, maar ik begin me toch wel een beetje huilen. Ik mis hem gewoon super erg. Ik probeer heel erg in mijn hoofd te denken van, oh ja, dit en dit. Was dat niet zo leuk, of zo, of... Dit en dit miste ik en dit kan er allemaal weer in een nieuwe relatie, maar ik kan mezelf niet overtuigen, want ik voelde me zo goed bij hem, zeg maar. Ik was bij hem zo rustig, zo mezelf, zo, ik voelde me zo goed bij hem. Er waren nooit irritaties, ik kon helemaal mezelf zijn. Dus ik ben wel echt, het is niet zo heftig als gisteren, maar ik weet gewoon niet hoe lang het gaat duren voordat ik het ga accepteren, want... Ik wil hem nu natuurlijk, als hij hier nu zei, ik wil je terug, dan trouw met me, weet je wel. Ja. Het is gewoon heel moeilijk. Ja, ik ga straks wel in bad met Bolly. Eerst in de zon. Hij is Jawel. Heb je de hele vlog gekeken al? Ik ben nu bij dat je bij ons bent en dat je samen bent. Dus je hebt al gezien dat ik in de auto wegreed. Vond je dat te heftig? Ja, want ik merk niet helemaal niks van. Ik ben je allemaal heel goed alles aan het vertellen en heel rijk en zo. En nee, dat is maar verdriet van of zo. Dat komt dat ineens, dan snap je daar heel goed in de rijden. Maar niet te heftig. Nou ja, als dat erbij zat, dan zou je denken dat ik zijn titel. Ja, dan zou je denken dat ik niet verdrietig ben. Je legt het ook gewoon heel goed uit. Omdat ik het ook snap. En je veroordeelt hem niet. En, nee, dat doe ik ook. En ondertussen ja, ben je niet zielig, want je geeft ook gewoon aan dat het voor jou het ideale plaatje was. Maar het is ook niet, want ik was zo bang dat het dan lijkt alsof iemand niet op jou verliefd wordt vanwege jou of zo. Maar je geeft ook wel aan dat verleden van Isha, zonder dat je ook maar iets van hem vraagt. Nee, hij vond niks van mij vervelend ook. Waarom doe je dit? Huh? Dat moet je niet doen zo. Wat? Ik rij snij rotte plekjes weg. Oh, want kijk, dus je echt zonde van je achterwiel. Ik schil mijn appel niet verder. Ja.
Nee, ik schil niet. Oh. Ik schijn die rotte plekken erin. Is toch geen rotte plek? Wat? Kijk hier. Jawel, zo'n rotte plek. Maar niet zo groot. Maar hoe heet het? Is toch geen rotte plek? Ja, ik wil het niet. Ik wil geen bruine stukje. Hier zo, kijk, nu is het al goed. Nee, hoeft niet. Nee! Wel. Niet doen. Het is mijn shake, niet jouwe. Er zit de meeste vitamine in. Mam! Dan geef ik het aan mijn vogeltjes. Hier, geef dit maar aan je vogeltjes. Nou, klokhuis is niet goed voor de vogels. Ja. Maar hier zit wel genoeg omheen. Ik wil niet van appel? Ja. Maar ik zei ook al tegen Lotte, ik heb nu wel echt ervaren hoe het is om dus een hele respectvolle relatie te hebben. Een hele rustige relatie. En iemand die dus nooit commentaar op mij heeft. Hij vond altijd alles goed en leuk. Hij vond alleen zichzelf niet leuk, zeg maar, voor mij. Het enige wat hij zei is, denk soms iets langer na voordat je iets zegt. Dat is het enige. Ja. Zou ik er wel of geen spinazie door doen? Oh, Bonnie gaat meteen van die stukjes appel eten. Weet je, het staat ook nergens op om nu haat te bellen dat ik verdrietig ben en zo. Dat wil ik natuurlijk heel graag. Als ik al vriendinnen heb met wie ik super fijn kan praten. Dus elke keer als ik behoefte heb om aan het spreken, bel ik een vriendin. Klinkt een beetje triest, maar het is wel beter. Ik ben echt trots op mezelf als ik het volhoud om hem niet te bellen. Dan ben ik echt trots. Ik heb in de tuin gezeten en ik ben weer alleen maar aan het huilen. Ik wil hem zo graag appen. Iets in mij denkt, waarom zou ik hem niet kunnen appen? We hebben geen ruzie meer. Dus ja, hij voelt niet wat jij voelt. Hij is niet zo verdrietig als jij. Dus app hem gewoon niet. Oh, ik dacht gisteren dat het weg was. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Nu ga ik in bad. Met lief, baby. Ik ga maar even wat make-up op doen. Hoe voel ik me op dit moment? Geen goede status. De status is op dit moment... Ik wil wel wachten tot H wel open staat om van mij te houden. Al wacht ik een jaar. Alles liever dan dit. Want ik mis hem en ik wil hem terug. Top. Had ik dat vol. Wat fijn. Dat is gewoon zwakte. Daar komen we ook alweer overheen. Molly, boeit het je niet dat er iemand in je huis zit? Ja, deze tijd was hij nog niet eens uit de les. Molly. Nee, die groeit heel snel, zeg maar. Die gaat nu al daar zitten. Er zit iemand in je huis, hè? Een normale vogel gaat meteen kijken wat er is. Molly kijkt alleen naar de camera. Oké, het ei met oesterzwammen. Omdat het 3:30 is en ik wil nog maar een sapje op. Ik ben echt heel misselijk. Ik wil gewoon achter mijn keuze staan. Niet denk ik wil hem terug. Hallo, het is 6:30. Ik heb alleen maar boven gechilled met Bolly en de baby. Want als je liefde vrienden hebt, moet je gewoon in je bed liggen. Dus eerst ging ik heel veel huilen totdat ik niet meer kon huilen. En dan zoveel hoofdpijn krijg dat je niet meer kan huilen. Daar ben je dan blij mee. Maar ook zoveel hoofdpijn dat je ook niet kan slapen. Maar het is beter dan huilen. Echt drama. Oh, dat is heel lekker. Hoe heet het? Ik heb vandaag dus een sapje genomen en op Vivit en een paar frambozen en één hapje ei. Maar nu heb ik wel weer eetlust en ik heb er echt super veel zin in. Het is heel lekker. Wow, lekker die biefstuk? Ja, wow. Ik had hem wel gegeten. Dikke padden. Aangeraden budget ontbijtjes on the go. Aflevering 2, 190k. Ja, aan het wonen. Het is nu 2:00 en we zijn thuis. Pap en mama zijn heel even, jullie gaan zo weg. En zodra ze de deur uit gaan, weet ik zeker dat ik heel hard ga huilen. Maar ik weet niet dat ik een paniekaanval krijg. En ik voel me nog steeds heel zielig. En ik heb nog steeds nergens zin in het leven. Dus ik ga gewoon de hele dag op de bank zitten huilen. Want dat moet blijkbaar. En in mijn slaap verwerk ik heel veel. Ik heb alleen maar dromen over haar. Leuke dromen. En dan word je wakker. En dan besef je dat het niet meer doorgaat. Dus dat is super leuk. Oké, ze zijn nu net weg. Ik denk niet dat ik een paniekaanval krijg. Het doet gewoon zoveel pijn. Ik moet nu echt gaan werken. Want ik moet de weektaak gaan maken. Maar ik ga denk ik heel even gewoon even heel hard huilen in mijn eentje. En... Je moet gewoon vooral heel veel slapen, want in je slaap verwerk je gewoon superveel. Maar weet je wat het is? Je kunt wel, denk ik, hopen dat je je beter voelt. Maar het gaat toch niet beter, want de realiteit blijft.
je hebt geen relatie meer met hem, weet je. Ben ik de vaten aan het uitruimen, denk ik, oh ja, die koffiebekertjes gekocht voor hem. Oh ja, dat heb ik gekocht met hem. Ik heb nog de mazzel dat hij hier super weinig was. En dat ik hem normaal zou ik hem ook niet, ja, nu toevallig wel zien, maar ook niet veel zien. Ik mis hem zo ontzettend, want het was zeg maar zo leuk. Jullie hebben nu de indruk dat hij geen goede jongen is, omdat ik zei dat ik veel meer geef dan hij. Maar dat zit hem puur in het liefdesaspect, zeg maar, het kunnen geven van liefde. Omdat hij echt een hele erge blokkade heeft vanuit het verleden. Maar verder was het geven in me echt gelijk en het contact. En dat was echt de beste jongen die ik ooit heb getroffen. Hij kon alleen niet net dat stuk liefde geven wat ik zoek en wat de meeste mensen nodig hebben. Nul slecht worden. Ik kan ook niks bedenken. Weet je, je probeert dingen te bedenken die niet leuk aan hem zijn. Verder, dat is er niet. Het is zo'n goed mens. Zo respectvol. Het was echt zo goed tussen ons. De beste klik die ik ooit met iemand heb gehad qua stabiliteit en zo. Dus het is gewoon zo moeilijk om die gedachten los te laten van... Als hij die blokkade heeft verwerkt, weet je, want daar gaat hij natuurlijk aan werken. Dan, ik weet gewoon zeker dat we dan de perfecte match zijn. En dat moet je dan loslaten. De vraag is alleen, gaat die blokkade ooit weg? Het lijkt door mijn vorige vlog alsof hij helemaal geen gevoelens voor me had. En dat is echt niet zo. Hij heeft heel veel gevoelens voor mij. Alleen net dat stukje verliefdheid, dat is bij hem echt van dit is hij naar dit gegaan. Maar hij komt daar niet omdat hij... gewoon heel veel gedoe heeft en met zich meedraagt en daar gewoon niet kan komen door die blokkade. Dus ik realiseer me ook dat het gewoon op dit moment sowieso niet had kunnen werken tussen ons. Maar ik weet dat ik dan moet loslaten dat het dan over een half jaar misschien wel gaat werken. Want als je iemand zo lang al niet meer ziet en spreekt, dan zit je daar ook waarschijnlijk niet meer. Maar zeker niet dat hij geen gevoel voor mij had en niks gaf en alleen maar nam. Hij is juist helemaal geen nemer. Van hem hoeft allemaal, al die lieve dingen die ik doe, wil hij helemaal niet. Maar dat doe ik zelf, omdat ik zo ben. En natuurlijk ook als je merkt dat het niet helemaal goed zit, ga je dat nog meer doen. Omdat je hoopt dat het dan meer komt. Maar dat werkt alleen maar averechts. Dus. Maar je zo depressief voelen is echt zo niet wat bij mij past. Als ik dan hoor dat het maanden duurt, denk ik echt, hoe dan? Want ik kan niet werken. Ik moet zo die werktijd maken. Het moet. Maar ik kan ook geen film kijken. Ik kan alleen maar zo liggen, pijn voelen en huilen. Zo erg. Als ik dit later terug zie, denk ik waarschijnlijk echt, wat is dit nou voor idioot? Maar mensen die het gevoeld hebben, die kennen de pijn. Je kunt er niks aan doen. Niks helpt. Niks. Gewoon niks. Alleen maar wachten tot het overgaat. Het is 7 uur. Wat mij heel erg helpt, is podcast luisteren. Ik heb er niet echt tijd voor, want ik moet gaan werken. Maar mensen horen praten werkt heel erg. Ik denk ook dat een serie kijken... En daar helemaal in opgaan, heel erg gaat werken. Maar ik heb daar nu gewoon nog geen tijd voor. En wat ook heel erg helpt is mijn vlog editen bijvoorbeeld. Ik voel me nu rustig. Dus wel zodra ik opsta denk ik, ken je dat gevoel van, er is iets leuks? Dat je bijvoorbeeld jagen bent, dat je denkt, je wordt wakker. Oh ja, er is iets heel leuks, wat was het ook weer? Of, oh ja, vandaag komt, er is iets heel leuks, wat was het ook weer? Oh ja, ik had iets besteld en het komt binnen. Nou, zo heb ik ook van, oh ja, er is iets heel vervelends, wat is het ook weer? Oh ja, en dan dat. En dan denk ik, niet aan denken, niet aan denken, niet aan denken. Ik heb op zich mijn gevoel nu wel heel erg toegelaten. Maar ja, het ene moment gaat zo, het andere moment gaat zo. Ik vind het zelf wel heel erg fijn om een soort dagboek bij te houden op deze manier. En ik weet dat mensen er ook wat aan hebben. Mensen die mij volgen vinden het interessant om te zien hoe het met me gaat. Wat echt super lief is. De reacties zijn ook ontzettend lief. Ik had niet verwacht dat er zoveel views en lieve reacties zouden komen. Niet normaal. Ik vind het moeilijk om te lezen, maar af en toe ook heel fijn. En ik zie er trouwens nu echt een beetje zwerverachtig uit. Maar het is ook gewoon omdat ik geen make-up heb en mijn haar ziet er niet uit. Maar... boeiend. Ik ga het weer... Ik had trouwens gewassen met die shampoo die ik had besteld. Wow, ik moet echt weer dat soort dingen gaan terugvinden. Het voelt alsof ik al maanden depressief hier zit. Sorry, mensen die echt depressief zijn denken misschien gebruik dat woord niet. Maar ik heb ook gelezen dat het een lichte vorm van depressie activeert in je hoofd. Net als fysieke pijn. En het is gewoon echt heel zwaar. Maar in ieder geval, voor mij is mijn 3 dagen zo voelen echt extreem. Want ik ken deze gevoelens niet, zeg maar. Als iemand depressief is, vind ik het ook heel moeilijk om er voor diegene te zijn, omdat ik die gevoelens niet herken. En ik denk nu ook wel aan situaties waarin vriendinnen tegen mij hebben gezegd van... ik heb je meer nodig dan wat je nu zeg maar aan me geeft. En dat ik nu echt denk, oké, nu pas snap ik wat ze bedoelden, want... het is dat ik daar niet heel erg behoefte aan heb, maar bijvoorbeeld Lot heb ik nu gesproken... En nu heb ik haar al een dag niet gesproken. En voor mij is dat oké, maar ik kan me best voorstellen dat er andere mensen zijn die dan denken... Hoi, ik kies jou nou als voorbeeld Lot omdat je weet dat het
voor mij oké is. En ik zou het anders tegen Lot zeggen. Van, joh, ik heb contact, ik mis je of ik voel me slecht. Maar er zijn mensen, ook in mijn verleden geweest, die dat niet aangeven. Dus dat ik nu bijvoorbeeld iets had van, hey, mijn vriendinnen vragen niet hoe het gaat. En daar verdrietig om gaan zijn. Als ik dat zou voelen, zou ik het zeggen. Ik mis je, ik heb contact nodig. Maar nu heb ik wel momenten waar ik aan terugdenk en ik denk, oh, dit is wat die vriendinnen of mensen toen bedoelden. Van, je was er niet genoeg voor me. Toen voelden ze zich, denk ik, zo. Dat je zo slecht voelt dat je gewoon, ja, niet kan eten, niks kan doen. Je bent gewoon, alles is gewoon dood in je hoofd. En dat je dan denkt, ik heb mensen nodig om eruit te trekken. En ik heb mijn hobby's nodig die me eruit trekken. Want wat ik al zei, als ik nu heel veel leuke dingen ga doen, vind ik dat te groot contrast. Als ik dan thuis kom, heb ik dan weer me zo voel. Dus ik vind het fijn om in mijn eigen huis nu afleiding te zoeken in mijn werk. En ik hoop dat dat me er doorheen gaat trekken. Nou, misschien is dat verhaal van die vrienden net heel vaag, maar ik bedoel meer, voor het eerst snap ik hoe het voelt om je helemaal op te willen sluiten en zo verdrietig te zijn dat je zegt, ik wil niemand zien. En op een gegeven moment is het goed als mensen dan wel zeggen van, kom, we gaan weer bellen of kletsen. Maar voor mij is het dat dus niet zo erg wat ik probeer aan te geven. Nou, dat is misschien heel vaag. Maar ik vind het fijn om zo een beetje om het uur bij te houden hoe het met me gaat. En dat vind ik heel interessant om terug te zien. En mensen die ook liefdesverdriet hebben later kunnen misschien dan aan mijn vlogs terugzien hoe het proces met mij ging. En hopelijk geef ik mensen hoop dat het geen 3 maanden of een 1,5 jaar hoeft te duren. Maar dat het misschien na een week al minder is. Dat hoop ik echt. En ik ben wel bang voor de ochtend. Want de ochtenden zijn tot nu toe het ergst. Maar goed. Ik heb lekker thuis besteld. Want ik heb bijna niks in huis. En koken kan ik me niet toe aanzetten. Dus ik trakteer mezelf op eten wat echt heel lekker is. Dat is groenten in een sausje. En dan zet ik erbij graag niet te veel vet en niet te veel saus. Met wat rundvlees en met rijst. Kan je ook makkelijk zelf maken, maar ik heb nu geen eten. Het is zondag en ik ben echt heel moe. En nu ga ik me aan de weektaak zetten, maar op de achtergrond probeer ik dus een podcast te hebben. Ik hoop dat ik me dan wel kan focussen, maar als ik niet praat, ga ik huilen. Dus ik moet mezelf bezighouden met mensen die tegen me praten. En nu luister ik de podcast van Jean en Jamie. En dat is top. Mocht je nog podcasttips hebben over dingen waar je niet van moet gaan huilen, let me know. Nou, het is wel laat, het is al 8:15, maar het is me dus gelukt om alles te versturen en te maken. Het moest ook wel natuurlijk. Dat is wel fijn aan verplichtingen. Dat, ja, je moet wel, weet je. Ik kan niet zeggen, voel me niet lekker. Ik kan wel zeggen, ik voel me niet lekker, dus ik ben vandaag niet zo vrolijk. Maar niet, ik voel me niet lekker, dus ik ga mijn weektaak niet sturen. Dus ik moest wel. Ik heb me naartoe aangezet. Ik heb echt meer dan 2 uur gewerkt. Het was heel veel werk. En ik zat in een super goede focus. Ik vond het ook wel heel erg fijn. En ik heb net verstuurd. En ik zal jullie morgen wel even laten zien wat ik heb gestuurd. Daar heb ik nu echt geen kracht meer voor. Ik heb hier een jonkie. De baby. Ik weet nog steeds niet of ik hem hou. Of de mama morgen moet ophalen. Of Bolly het leuk vindt. En daar zit Bolly. De tv staat aan puur zodat ik word afgeleid door het geluid. En nu ga ik zo naar bed. Goedemorgen. Oh nee, dat gaan we dus niet doen. Goedemorgen allemaal. Ik was gisteren dus goed gaan werken. En daarna ben ik ook goed gaan slapen. En ik ben goed wakker geworden. Ik merk wel dat ik echt nog verdrietig ben en heel erg loop te malen. En ook de gedachte heel moeilijk kan loslaten dat het niet gaat werken tussen ons. Omdat ik weet dat het wel werkte, maar dat ene dus ontbrak. Maar als ik heel erg aan het denken ben van, oh, dan gaan jullie waarschijnlijk denken dat is onzin. Maar er zit echt heel veel logica in. Maar dat ik dus denk van, oh, het is natuurlijk heel logisch dat iemand die bijvoorbeeld beschadiging heeft en nog helemaal niet klaar is voor zoiets, dat die heel erg overweldigd wordt door iemand zoals ik, die het liefst vandaag nog een gezin sticht en samenwoont. En dat hij heel veel druk heeft ervaren en dat ik heel erg denk ben van, oh ja, het is logisch dat hij daardoor het niet kon en wat als, bla bla bla. En nou ja, daar zit ik heel erg mee. Ik huil niet. En ik kan gewoon presteren, dus het is een heel groot verschil, maar natuurlijk is het nog steeds heel naar. Maar ik ben hier wel blij mee. Nu is het iets over 9 en zit ik klaar. Ik heb aangegeven dat ik tussen 9 en 3 beschikbaar ben voor ouders en kinderen. Dus ik ga aan de slag. Oké, mailtje van een ouder. Ja, ik denk niet dat ik het trek om elke dag thuis te zitten en mijn eentje te werken. Maar dat het misschien wel goed is om weer even een dagje naar mijn ouders te gaan of een dagje naar school te gaan. Ik weet niet, nu ik aan het praten ben, word ik ineens verdrietig. Omdat ik nu merk dat ik aan de slag moet. En dat is de realiteit. En dat ik dus... Nee, niet.
Ineens word ik verdrietig. Heel raar. Dat is raar. Oké. Dit soort dingen doen echt pijn. Dit doorkrassen. Echt niet leuk. 10:15 en daar gaan we weer. Thuiswerken is wel lastig hoor. Dan heb je echt niet genoeg afleiding. Omdat je natuurlijk heel erg je eigen dag indeelt. Dus je hebt geen bepaalde verplichting. Maar verder ben je heel erg vrij. Dus. Oh. Zo geweldig. Een ouder stuurt mij een filmpje dat haar dochter met een andere jongen in de klas estafette aan het doen is. Dat hebben ze nu voor het eerst deze week weer meegekregen. Dus normaal in tweetallen lezen en opdrachten maken, zeg maar. En ik had gezegd van ja, dat kan nu niet, maar wellicht kunnen jullie het via Skype doen. Maar ik dacht, de meesten zullen dat waarschijnlijk niet doen. En dan heb ik nu al een filmpje dat ze dus gewoon net als in de klas met z'n tweeën aan het werk zijn. Echt zo leuk om te zien. Dan haal je er ook echt alles uit, denk ik. Want ik bedoel, heel veel kids zitten alleen maar alleen te werken. Maar doe het lekker samen via Skype. Want net als nieuwsbegrip, maak het lekker samen. Ik ben even naar de buurt super gelopen. Waar denk je het gaat? En nu heb ik een Skype call met de eerste leerling. Ik ga dus deze week, wil ik ieder kind 5 tot 10 minuten zeg maar spreken. Even persoonlijk. En deze jongen ga ik nu bellen, want het is 2:01. Wat ik heel erg merk is dat ik gewoon het heel fijn vind om continu podcast en pratende filmpjes op de achtergrond te hebben. Zodat ik niet word afgeleid en aan verdriet ga denken. Want ik vind dat mijn verdriet op zich genoeg toe heb gelaten de afgelopen dagen. En dat ik nu wel eventjes... Niet dat ik nu denk, kom op, laat het toe. Nee, ik moet nu gewoon werken. Dus ik vind het prima als ik het nu even niet toelaat. Ik voel het nu ook niet hoor. Bellen met iemand. Zo, jij neemt snel op. Zat je al te wachten? Ik zag al dat je al online was. Hoe is het? Ja? Met jou gaat het altijd goed. Ik zag wel dat je met taal bezig was met woorden over sprookjes. Maar probeer goed echt nog even goed terug te kijken naar de woordenlijst. Heb je die of niet? Probeer echt nog even goed te kijken. Want bij wat is magisch had je gezet magie of zo. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het goede antwoord. Niet het overschrijven, maar even kijken en dan in je hoofd opslaan. En dan ga je het intikken. Snap je wat ik bedoel? Oké. Gaat wel goed. Ik vind het wel een beetje lastig om alles na te kijken de hele tijd. Want het is natuurlijk superveel. Want het is elke dag 5 of 6 vakken en dan keer 23 kinderen. Oh, want hoe laat begint jouw planning dan elke dag? Oh ja, een eierwekker. Ja, maar stel je hebt alles af, de weektaak voor vandaag. Wat doe je dan behalve werken? Maar ik heb bijvoorbeeld ook hier achter daar allemaal potjes. Met stiften erin. Ik weet niet of je het kan zien. En zo'n boekje daar. Nou, dan ga ik af en toe even lekker kleuren. Weet je wel? Om even je hoofd weer leeg te maken. Chocopasta uit een ander land. Hey, ik zie bij de rekenles best wel moeilijk hè. Met de bouwplaten. Je moet echt goed in je hoofd bedenken. Van oké, als hier een driehoek zit. En hier een vierkantje. Dan ga ik maar op papier natekenen. Dan ga je maar gewoon zo. Nou, dat krijg ik nooit als ik dit uitknip. En denk nu niet van ja... Dat vind ik te veel werk. Nee, doe het gewoon, want dan ga je het nog beter snappen. Het is wel natuurlijk, want je vindt klokkijken toch ook een beetje lastig. Is het dan niet heel erg leuk om nu thuis ook te gaan kijken van... Hey, hoe laat is het eigenlijk als mama mij wakker maakt? Heb je die van vandaag ook gedaan? Welke was dat dan? Nee, je moet geen ja zeggen als het niet zo is. Ik heb de weektaak, dus dan zie je maandag moet ik al deze lessen maken. Daaronder heb ik geschreven... Ochtend, middag, bewegen. Soms is het yoga, soms is het een dansje, soms is het een gymles. Moet je echt doen. Oké, dus wat moet je doen? Ik heb nu meerdere dingen gezegd die je moet doen. 1. Nou, we spreken elkaar om 2:30 in de... met z'n allen. Kom je dan ook? 10 minuten, 11 minuten. Hard werken. Oké. Doei. Bobby. Goed zo, ga maar contact maken met je maat. Doe nou. Nu kan het, want jullie zitten heet op andere plekken te chillen. En nu zitten jullie eindelijk bij elkaar. Het is echt dat je denkt, het boeit hem wel, maar niet genoeg hoor. Bolly, dat is een dier. Heel soms zitten ze wel geluidjes naar elkaar te maken. Ga dan chillen met hem. Dan zit jij op zijn kooi en hij op jouw kooi.
kleine wil gevoerd worden, maar Wooly snapt dat niet. Oké, 2:30, tijd voor kringgesprek met de gastleden. Op zich wel zin in. Ik voel me oké. Ik vond het leuk om net te bellen met de kids. De groep bellen. Oh, je kat. Oh, jongens. Ik wil jullie even wat laten zien. Kijk, Wooly heeft sinds dit weekend een vriendje. Tijd voor? Huh? Ik moet even kijken, want ik heb een babyparkietje en ik kan hem niet vinden. Waar ben je? Waar is hij achter het schilderij? Waar is die Wooly? Hallo? Huh? Oh nee, ik ben ook kwijt. Zien jullie mij nog? Wow. Hij zit achter de tv. Wat was jij aan het doen? Dat is super stout. Oké, wie wil er nu over zijn weekend vertellen? Oké, ik ga hem voorlezen. Zijn jullie je geleidheid doen? Het is wel weer lang geleden. Even kijken. Hij springt overeind en roept heel hard boe! Dat was heel grappig, want mijn andere collega had Skype aangemaakt met Duo. En die kwam ook ineens in de chat, onverwacht. Een meisje was een beetje moe en ik had iets van, het gaat niet zo goed. Dus ik zei, zou ik jou nog even alleen bellen? Officieel ben ik beschikbaar maar tot 3:00, maar dat maakt niet uit. Dus ik ga haar even bellen. Ik zei, wil jij dat ik jou nog even bel? Wat is er, schat? Het lijkt alsof er wat is. Maar verder gaat echt alles goed dus. Het werd super gelopen, want de melk die ik had gekocht was maar goed tot vandaag. En ik vond hem al een beetje bol staan, maar ik had niet gekeken. Normaal zou ik dan denken, oh. Maar nu dacht ik, nou, lekker weer reden om te wandelen. En ik had per ongeluk optimaal yoghurt gekocht in plaats van optimaal drink. Sinds mijn liefde verdriet doe ik vet voel in de deur. Gaat wel best wel goed. Maar ik weet dat het ook weer zo niet goed kan gaan. Maar eigenlijk sinds dat ik net verdrietig was, ben ik niet meer verdrietig geweest. Ik ben lekker bezig. Nu is het ook wel lekker dat ik tijden heb afgebakend. 9 tot 3 met de kinderen, zodat ik daarna... Weet je, als ik nog ander werk moet doen, kan ik het nu doen. Maar ik kan het ook gewoon vanavond doen, een beetje waar ik zin in heb. Ik heb nu best wel zin om te chillen. Ga ik even chillen. Ik heb 1 boterham gegeten en ik had 1 lussen. Meteen heel vol. Hi baby, jonkie. Deze had ik in de kooi gedaan en deze had ik losgelaten. En hij blijft echt super lief. Wooly, ben je serieus dat je nu al op de baby gaat klimmen? Dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet wat jij doet. Wooly. Wooly. Goedemorgen. Vandaag gaat het dus ineens weer heel erg slecht. Daar baal ik zo erg van. Ik ben altijd zo optimistisch, dus ik dacht eigenlijk dat het nu beter zou gaan. Ik moet ook ongesteld worden, maar volgens mij ligt het daar niet aan. Ik moet gewoon heel erg... Ha, weet zeg maar precies wat hij moet doen. Hij moet aan zichzelf gaan werken, maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Omdat hoe meer ik op internet lees, hoe meer ik boeken erover lees of luisterboek, hoe meer ik me verdiep in het onderwerp, hoe meer eruit komt dat ik een soort teken van verlatingsangst heb, waarin ik een beetje pusherig kan zijn en zeg maar heel erg van, oh, liefde van mijn leven, dit laat ik niet meer los. En hij heel erg bindingsangst heeft. En mensen met bindingsangst, zodra zij voor het eerst iets voor iemand gaan voelen, gaan ze zich afsluiten. Want dan willen ze, oh, hou ik wel van diegene, ben ik wel verliefd, wil ik dit wel? Die gaat zichzelf helemaal gek maken en dan lukt het dus niet. En als je mij daar tegenover zet... Dat het compleet mis. Maar met die kennis denk ik alleen maar ja. Als hij zijn bindingsangst niet meer heeft. Zijn we echt de beste match op aarde. En dan moet ik bedenken. Ja, maar dat gaat heel lang duren. En daar moet je niet op willen wachten. Maar ja, ik heb dus wel iets geleerd van Ruben. De jongen. En H. En dat is dat ik in een man zoek. Wat ik met Ruben had. Die zieke. Eigenlijk. Ja, die niet te beschrijven connectie, zeg maar, van een beetje soulmate-achtig. We voelden elkaar in alles aan en
hele bijzondere lol die we hadden. Dat had ik echt niet op zo'n level met haar hoor. Maar dat vond ik dus niet erg. Maar dat is wel het allermooiste wat ik met Ruben had. Met de jongen, ook al was het maar een maand, was het heel fijn dat hij mij heel erg... Hij was maar best wel een gentleman. Uiteindelijk was hij dus echt een... Omdat hij niks meer liet horen. Maar als we samen waren, heet het je kusjes geven. De hele tijd complimentjes aan je geven. Je echt laten voelen dat hij je heel graag wil. Dat heb ik even ervaren. Vond ik heel fijn. Iemand je echt heel leuk vindt. En mooi en alles. En de H. Daar moet ik dus weer om huilen. Jeetje. Gewoon die balans, die rust. Die zo'n goede volwassen band. Niet per se dat, wat ik zeg met Rup, een soort van dat maatjes elkaar aanvoelen. Een soort van soul, echt soulmate ook met Rup. Maar met haar was het meer een connectie. Hoe leg je dat uit? Ja. Gewoon het beste in elkaar erboven halen eigenlijk, dat. Gewoon een hele goede invloed op elkaar. Heel... Ik gaf hem energie, hij gaf mij rust. Beste gesprekken ooit. Ja. Gewoon... Daar wil je thuiskomen na een dag werken, zeg maar. Dat had ik echt met haar. Ja, echt gewoon heel erg hetzelfde willen met alles. Gewoon dingen waar ik met Rup wel tegenaan liep. Kleine dingetjes. Of gewoon als we op stap gingen. Dit, ja, wil ik ook. Ja, ik ook. Oh, jij ook? Oh, ik ook. Gewoon heel erg gelijk. In, dat, ja. Het ging allemaal zo makkelijk. Er was nooit gedoe. Eigenlijk de beste match voor een vriendschap, zou je dan denken. Ja, heftig hoor. Ik heb echt weer... Oh, mijn hart klopt weer heel erg hoog. Hallo? Oeh, wacht, ik hoor je niet. Oh, ik had verkeerde oortjes in. Wacht, dat is niet zo slim. Stel voor, ik hoor je dan niet. Oh, er lopen hier allemaal vogels te vliegen. Zo. Dit zijn de goeie. Hoor je me? Dus dan gaat mama weg en dan komt ze terug en dan heb je ineens een kleintje erbij. Ja, dat vind ik ook wel bij jou passen. En ik denk dat het ook wel een goede afleiding is en je vindt het ook leuk. Maar stel dat het een keer niet lukt, dan moet je het ook gewoon lekker accepteren dat het niet lukt. Supergoed. Heb je iets wat jij mij wil vragen nog? Je mag alles vragen, hè? Dat weet je. Heb je mijn vlog gekeken of niet? Oh ja, dat dacht ik al. Vond je dat moeilijk om te zien? Ja. Oké, doei liefie, zet hem op. Ik heb gewoon echt mijn vrienden nodig nu. Shanna die zit altijd heel veel thuis en heel veel te studeren. Die kan ook wel wat afleiding gebruiken. Dus ik zeg, kom mee naar me toe. En toen zeiden we, ze komt nu. Ze komt gewoon nu vanuit Wezen naar me toe gefietst met haar spullen. Dan gaan we hier samen werken en dan gaan we daarna lekker samen fietsen. En we zijn allebei niet ziek, komt ze hier gezellig logeren. En dan gaan we gewoon samen werken en heb ik afleiding. Want ja, ik heb iets van afleiding werk niet, want zodra diegene weg is, zit ik weer in de realiteit. Maar dan heb je wel weer een avondje zonder moeite. Geen contact gehad met haar, want je bent gewoon met je vriendin. Ik ben weer helemaal vandaag paniekerig. Ik baal er zo erg van, ik baal er gewoon zo erg van. Ik baal echt van mezelf. Ik ben met Lotte aan het praten. Echt, ik ben echt... Ik erger me echt aan mezelf. Ik ben echt dit. Sterk, niet sterk. Sterk, dit. Moet dit doen, moet dit niet doen. Het is logisch, je maakt het voor het eerst mee, dus je weet ook niet precies wat het beste is om te doen. Er zijn een paar dingen die ik zeker weet. 1. Ik moet gaan stoppen met nadenken over onze relatie. Want 1. Ik moet het niet meer willen begrijpen, want ik begrijp eigenlijk al exact waar het mis is gegaan en waarom het niet is gelukt. En 2. Daarbinnen, binnen 1... Als ik dat doe, word ik heel erg met mijn neus op de feiten gedrukt dat we qua, zeg maar stel, er was geen bagage, de perfecte match waren. En heel gelukkig met elkaar kunnen zijn. En die gedachte maakt mij helemaal gek. Want dan wil ik hem terug. En daarbinnen wil ik dan denk ik 3, binnen 1 zeg maar ook
Gewoon even helemaal geen artikelen meer opzoeken over liefdesverdriet, over waarom relaties mislukken, boeken over de liefde. Ik krijg tips van jullie, maar dat is niet voor mij geschikt, denk ik, omdat ik al 5 maanden aan het analyseren ben en eigenlijk donders goed weet hoe en wat. Geen liefdesfilms. Ik heb het nu niet nodig om een romantische film te zien om te beseffen dat ik in een relatie zit waarin ik dat niet heb, want dat weet ik al. Ik heb het al beëindigd, dus ik hoef niet meer te zien hoe het moet zijn. Even geen behoefte aan dat soort liefdesgedoe. En dan punt 2 is, ik moet rust gaan vinden met mezelf. Gelukkig ben ik al in mijn eentje. Ik vind mijn leven echt leuk. En dat moet ik weer even gaan terugvoelen. Dat ik hem daar niet voor nodig heb. En ook denken, ik zag hem helemaal niet vaak. Ik sprak hem alleen vaak. Het is niet dat ik nu met hem zou zijn. Het is niet dat we elke avond samen sliepen. Dus er valt minder weg dan voor sommige mensen die een break-up hebben. Gewoon de rust vinden met mezelf. Niet meteen een nieuw project induiken. Of een nieuwe man. Of een nieuwe hobby. Maar gewoon, ik doe al heel veel. Vind daar eens de rust in. En kijk, dat ik heel graag een relatie wil en een toekomst wil. Die gedachte ga ik niet los kunnen laten. Want ik wilde eerst heel erg die toekomst gaan loslaten. Ik denk als je toekomstgericht bent dat je dat niet uit je krijgt. Uit je systeem. Dat is al vanaf een klein meisje wil ik graag een toekomst met iemand. Maar ik moet wel gaan leren om het oké te vinden om nog bijvoorbeeld nu 2 jaar of hoe lang dan ook alleen te zijn. En gewoon gelukkig zijn. Ik wil altijd maar meer soort van. Ik moet gewoon gelukkig zijn met wat ik nu heb. En daar hoeft niet een partner bij. En als het komt is het leuk. Dat wordt mijn moeilijkste uitdaging. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dus ik weet niet of daar tips voor zijn. Maar hoe ga ik rust vinden met mezelf? Want dat is het inderdaad echt. De rust. Dat is die keer dat ik tegen jullie zei dat ik bij mijn ouders had gegeten en een keertje niet naar Haag ging. Dat ik zei, wow, wat lekker dat ik nu eigenlijk niet ga. Waarom altijd maar die onrust om naar hem te willen, om hem te willen spreken, om een partner te willen. En daarbinnen valt wel dat het niet alleen het partnergedeelte is, maar dus ook omdat het echt om hem gaat. Het is en het plaatje wat wegvalt. Geen partner, maar ook echt hij. Ik vind hem echt fantastisch. Nog nooit, denk ik, zo fantastisch bij iemand gevoeld. Maar goed. Terwijl er dingen misten, dat is het gekke. Wat had ik nou nog meer tegen Lot gezegd wat punt 3 was? Wel gewoon afleiding zoeken. Niet bang zijn voor afleiding. Ik merk dat ik een beetje bang ben voor afleiding. Van oké, leuk, dan komt Jean nu logeren. En dan gaat ze morgen weg. En dan ben ik weer alleen. Terwijl ik vind het niet erg om alleen te zijn. Dus ik denk dat afleiding goed is. Omdat afleiding ervoor zorgt dat je weer bijvoorbeeld dan straks een dag er niet over hebt gedacht. En dat je op die manier... Ik weet niet waarom ik zo... Iedereen raadde afleiding aan en ik ging er heel erg tegen in voor mezelf. Van nee, afleiding, maar dan kom je daarna weer met je neus op de feiten. Maar afleiding is om de tijd door te komen. Dat is het. Tijd hield alle wonden. Dus afleiding doe je eigenlijk zodat de tijd sneller gaat. Wat ik eigenlijk zonde vind, want normaal wil je juist genieten van elk moment. Maar ja, hoe meer afleiding, hoe sneller de tijd gaat, hoe sneller je wonden geheeld zijn. Dat is het ding. Is dat waarom je afleiding nodig hebt? En zodat je niet gaat lopen malen. Oh ja, en ik zei, ik heb ook nodig dat mijn vrienden, familie, wie dan ook, niet meer gaan benoemen. Misschien als hij een therapie heeft gehad of wat dan ook. Misschien komt het dan nog. Want zodra ik dat hoor, maakt mijn hart een sprongetje. Dat is gewoon wat ik te graag wil, merk ik. En daar wil ik niet meer aan denken. Want zolang ik dat nog in mijn hoofd heb, kan ik het niet loslaten. Tuurlijk wil ik niet 1,5 jaar op iemand wachten. Maar iets in je houdt het dan toch dat je een man op straat zit en denkt, nee joh, ik heb liever haar. En misschien komt dat nog. Nee, daar moet ik niet van uitgaan. En mensen zeggen dan, oké, ga er dan niet van uit. En wie weet, over 1 jaar zie je elkaar nog en kom je weer bij elkaar. Nee, want ik ben zo ingesteld als ik daaraan denk, dat ik dat dan niet kan loslaten, die gedachten. Dus niet meer denken aan de toekomst met hem. En proberen om helemaal niet aan de toekomst met een man te denken, maar het los te laten. Dus dat. Maar de ene keer heb ik een inzicht en het andere moment stort ik weer helemaal in. Maar niet meer me verdiepen in alles rondom onze relatie of relaties is echt wat ik moet doen. Want ik weet heel veel. Hou op met research doen, want waarom doe je het? Om te verklaren waarom het misgaat. Waarom? Het is klaar. Punt. Ik denk als ik dit terugkijk dat ik echt denk, wat zit ik als een idioot tegen mezelf te praten. En de ene keer zeg ik dit en de andere keer zeg ik dat. Maar ik vind het heel interessant om het bij te houden, ook op deze manier elke keer denk. Dus nu ga ik, dat is even mijn pauze. Oh, wat goed. Jean is 3 minuten geleden vertrokken op de fiets. En ik ga nu naar huis lopen. 5 minuutjes. Want over 10 minuten begint bouwoverleg. Tuurlijk, de een net iets meer dan de ander, maar vrij hetzelfde. Ik heb van 1 tot 2 een bouwoverleg gehad. Met de directrice, de 1 juf van groep 3. Nee, 3 juffen van groep 3.
Ik en de andere juf van groep 4 en de meester van groep 5. Was echt super leuk. Ik zag dus mijn collega's, zeg maar, die ook echt wel, echt mijn collega's waar ik ook gewoon echt heel veel mee kletsen over persoonlijke dingen. Die verschenen in beeld, zeg maar, na 2 minuten. En ik moest echt huilen. Dat was voor jij binnenkwam. Mm. Ik zag zo mijn 2 collega's binnenkomen die ook weten van haar en zo. En ik echt zo, dat ik jullie zien, moet ik huilen. Want ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik moest huilen omdat ik ze dus zag. En toen ging het daar nog goed. Toen heb ik net 20 minuten met de klas gebeld. En er waren best wel veel kinderen. En nu ga ik 1 meisje bellen. Die mij dus vragen mag stellen over de rekenles. Sean is hier nu. Die is ook hier aan het werk. En daarna gaan we lekker fietsen. Daar heb ik echt zin in. Ik ben dus heel blij dat Sean hier is. We gaan dus een stukje fietsen. Verder blijven we binnen. Dus we zijn gewoon met z'n tweeën. We knuffelen niet of zo. Maar we zijn dus allebei echt totaal niet ziek. Voordat mensen denken van dus het is gewoon helemaal oké. Gewoon even het zonnetje in bewegen en afleiding. We zitten in het zonnetje. Met kibbeling. Weer helemaal het leven door me heen stromen. We zijn naar Diemen gefietst. Toen zijn we naar de Maxis gefietst. Daar hebben we borrelhapjes gehaald. Er zit nu in Sjans fietsband. Ik denk continu van, oh, bij alles denk ik aan H. Dat is echt heel moeilijk. En bij borrelen denk ik aan H. Dat is echt wel zwaar. Maar het fietsen vind ik echt heerlijk. We zijn echt al bijna 3 uur aan het fietsen. En we hebben dus borrelhapjes. En toen zag ik die nieuwe woonwijk hier in Muiden. En toen zei ik, ik wil zo graag weten wat hier achter ligt. Ik ben op een missie. En daar fietst Sjan. En we zijn nu aan het kijken. Maar wat ik wist, daar is zeg maar Hilversum, het Gooi, Almere, Weesp, Amsterdam, Diemen. Maar wat ligt hier? En nu luister ik en ik hoor water en denk ik, tuurlijk. Maar ik zei, ik moet het weten. Ik kan ook op de kaart kijken, maar ik wilde te graag weten. Wow. Sjan, wij zijn echt dom. Wat ligt hier? Even eerlijk, denk eens na. Horen, luister. En je moet eigenlijk even omhoog klimmen. Als je het ziet, dan denk je echt, ik ben zo dom. Het is zo vet. Zo logisch. Maar heel logisch dat ik dus wel dacht, van, er ligt er geen plaat. Dat kan niet. Maar wat ligt er dan daar helemaal aan het einde? Mama, wil jij reageren als je dit ziet? Daar is dus Almere, Muidenberg. Daar is dus Hilversum en zo. Vet, hè? Super vet, toch? Gewoon een dijk. Je bent echt blij dat we deze missie hebben volbracht, jij? Hier is trouwens een woonwijk. Niet normaal zo mooi. We fietsen erdoor en ik zou van, het is net alsof zeg maar, ja, buiten de wereld ligt, hier is geen corona, hier is geen criminaliteit, geen misdaden. Hier is gewoon het zo veilig. Echt de mooiste huizen ever. Ik hou hier echt van, ik voel weer helemaal het leven door me heen gaan. Het liefst ga ik echt elke dag op dit soort missies. Het is zo leuk. We hebben echt super veel gefietst. Ik denk, ga kijken op hoeveel kilometer we nu zitten, want ik heb alleen de terugweg. 12 kilometer terugweg. Dus heen was waarschijnlijk 10. Dus we zitten op 22 kilometer. Lekker, hè? Dat is echt een topdag. Ja, hele goede dag. Oké, vet cool. Het is 7:05. We gaan snel de persconferentie terugspoelen. En ondertussen alle hapjes klaarzetten. Ik voel me helemaal goed. Ik weet ook dat het zo weer weg kan zijn, maar ik zei wel tegen Sean, als je iets van lichte depressiegevoelens hebt, is het beste wat je kan doen. Sowieso gezond leven, gezond eten, maar ga bewegen. En dan bedoel ik dus niet sporten. Mensen zeggen altijd, ga sporten, ga fitnessen. Maar voor mij geeft dat echt niet hetzelfde resultaat. Fietsen, gewoon 3 uur lang fietsen met vriendin. Je hebt bewogen, je gaat straks zitten. Je voelt helemaal je benen lekker, zo koud en strak. En gezelligheid en zon. Ik zie er ook meteen weer wat opgeknapter uit. Dus dit ga ik echt erin houden als het mooi weer is. Bij de borrel is best wel simpel. Ik ben natuurlijk gewoon heel snel naar de winkel gegaan. Even snel wat dingetjes in mijn kar gegooid. Want je moest ook met de kar. Dus niet echt een Charlotte borrel, maar gewoon heel simpel. Dit is fenkel komkommer salade. Yoma. Celery, yoma. Oh nee, Albert Heijn. Bruschetta, yoma. Garnaal, yoma. Dit is roomkaas van Lidl. Hummus van Albert Heijn. Karamel zeezout soesjes, korting. Manchego. Brood van Lidl en dit. En we hebben nog neppe piccolini's. Oh ja. Nou, prima. Ja, normaal had ik echt lekkere dingen, maar je moet gewoon in je eentje super snel die winkel in. Wij gaan slapen. Het bedje van Sean ligt hier klaar. Zodat onze afstandsgroepen waren. Ik blijf het maar even benoemen dat we niet samen slapen of zo. En het was super gezellig. Het is nu 10 uur. We wilden echt om 8:30 van laten gaan slapen. Maar nu gaan we gewoon lekker slapen. Ik heb ook wel op momenten heel erg dat ik denk van oké, de dag is goed gegaan. Dus snel naar bed voordat ik weer verdrietig word. Maar ik merk wel, Sjanners word ik niet echt verdrietig. Dus we zijn allebei een beetje verkleurd door het fietsen. Morgen ben ik vrij. Sjan moet wel wat werk doen, maar ik moet eigenlijk ook gewoon wat werk doen. Dus ik ga webbestellingen maken, maar ook gewoon aan school werken. Want je hebt eigenlijk geen vrij nu in deze thuiswerktijd. Te veel te doen.
En ik ga wel lekker uitslapen als me dat lukt. Het is een uurtje of jij? Ik wil tot een uurtje of 9 sowieso. Echt? Meestal word ik altijd op dezelfde tijd wakker. Oh, maar jij kan ook gewoon hier lekker chillen natuurlijk beneden. 8:55. Wow, maar jij kan alles doen wat je wil. Dus eigenlijk is het wel handig dat ik boven zit. Ja, waarom? Nou, top. Fijn en doei. Hallo allemaal. Vandaag heb ik een hele slechte ochtend. Echt heel slecht. Ik was heel vroeg wakker, toen ben ik allemaal dingen gaan opschrijven. Gewoon voor mezelf op mijn telefoon. Een beetje van me afgeschreven. Vooral dingen waarom het niet werkt en zo. En in de nacht werd ik wakker, toen ging het ook goed. Dat heb ik steeds. En dan 's ochtends gaat het natuurlijk weer niet goed. En toen was ik om 7:30 klaar wakker. Toen heb ik nog anderhalf uur proberen te slapen, maar alleen maar liggen piekeren. En nu is het al 11:45 en ik word gewoon niet meer vrolijk. Ik ben heel erg gestrest. Ik heb weer heel erg hier druk op je borst en zo. Echt niet normaal. En dat ik naar haar wil. Volgens mij heb ik dat nog niet eens gehad. Heel gestrest van de vogels, want Bolly maakt die baby hartstikke druk. Dus waarschijnlijk... Ik heb de baby nu alleen boven gezet. Want ze vinden het heel leuk samen, maar ze maken elkaar echt wild. Dus waarschijnlijk neemt mama de baby vanmiddag weer mee, want dan is ze in de buurt. Verder ben ik vandaag vrij, maar ik moet heel hard werken aan de leerlingbespreking die ik morgen heb. En er is nu een heel klein beetje zonnig en die gaat zo weg, dus we gaan even naar buiten. Maar het is echt een hele slechte dag vandaag. Trek er dan, kijk. Oh, ik film al. Wat als iets instort? Dan heb je goud YouTube materiaal. Kun je dat al kijken? Gaat goed. Ja, het voelt niet goed hoor. Ah, die tak is wel oké hoor. Ik kan niet echt gekregen. Dat is wel altijd schommel ooit. Ik denk dat met corona mensen dit hier hebben opgehangen. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Het is wel lief. Trouwens, het was vandaag afgevallen naar onze borrel. Hoe kan dat? Door het bewegen. Ja. Het was 0,6. Ja. Hier filmde ik gisteren ook op deze plek. Ja, jij moet ook vaker naar buiten. Het is wel goed. Jan en ik moeten allebei naar buiten. We moeten allebei bewegen. En we moeten allebei werken, dus het is goed dat we samen zijn. Heb je mijn nieuwe video gezien? Je voorlees? Nee. Maar heel veel, je hebt wel volgens mij veel kijkers door mij gekregen hoor. 3. Oh. Oh. Mama komt de babyvogel halen. Oh, ik heb hem niet eens verteld. Jouw kijkers hebben ook een account. Oh ja, dat zei je. En er staat erbij, wie er zit. Ik zie er verdrietig uit, hè, nog. Mama komt de babyvogel halen, want het gaat niet. Ze waren heel leuk samen, maar Bolly maakt de baby helemaal wild. Dus het gaat gewoon niet werken. En hij was alleen maar aan het roepen en nu zit hij super erg te chillen weer. Dus hij vond het wel echt leuk, maar ze hadden geen goede invloed. Want die beelden die ik jullie niet zien waren ze heel schattig. Maar verder waren ze alleen maar aan het roepen. En die kleine was alleen maar aan het vliegen, was gewoon niet goed. Nu heeft hij weer zijn rust gevonden. Hé, Bol? Ja, hij knikt ja! Jan gaat nu weg. Mijn moeder was er echt 2 minuten, toen ging ze alweer weg. En Ro heeft net afgezegd voor het weekend. Dus ik heb niks meer op de planning staan om naar uit te kijken. Want ja, heel veel mensen willen natuurlijk niet langskomen vanwege corona. Dus dat is leuk. Niks om naar uit te kijken. Zeg maar, heel veel mensen hebben dat natuurlijk van, oh, ik heb geen leuk weekend om naar uit te kijken. Het wordt echt denk ik een hele leuke week. Kijk, ik ben even helemaal met... Ik zou Sjan even een andere route laten zien die iets langer is, maar wat leuker. De lange meiderweg voor wie het kent, in plaats van de korte. Toen ben ik uiteindelijk helemaal mee gefietst tot wees. En dan weer via de korte naar huis gefietst. En ik heb mijn vuilnis weggegooid en ik heb vaatwasblokjes. Waren dus op, ik wou mijn vaat gaan draaien. En ik wil dit trouwens heel erg proberen om dit gewoon weer te doen. Wat ik altijd doe, gewoon normaal. Oh, Sjan, je bent een witte chocolademousse vergeten. Ik had het voor gisteren gekocht, maar ik wil het echt niet. Zij zou het meenemen. Ze zei, ik voel dat ik iets vergeten ben. Ik zei, heb je je Switch? Heb je je laptop? Jammer. In ieder geval vuilnis weggegooid en daarna gelukkig vaatwasblokjes in de auto. Wat ik chill vind, want ik vind het zonde wat zo'n... Ik koop dat in de aanbieding, want dan moest ik het bij de buurt super kopen. Dus ik kan een vaat gaan draaien. En ik dacht, laat ik eens die tassen uit mijn auto halen die er al maanden staan waar ik nooit tijd voor maak. Nu heb ik toch afleiding nodig. Allemaal tassen. Oude Comois kleding. Maar ook dingen nog uit de berging. Dus ga ik lekker in lopen neuzen. En verder ben ik heet in dubio in mijn hoofd dat ik denk... Ik ben weer verdrietig en denk ik, maar ik ben heel sterk en ik sta achter mijn keus. En ik wil helemaal niet iemand die niet met mij, geen liefdesrelatie met mij wil en zo. En op een ander moment denk ik weer, ja, maar ik vind hem zo leuk, ik voel me goed. Het gaat heet heen en weer. En dan denk ik weer, nee. Dan denk ik, eigenlijk zou ik hem heel graag als een vriend willen.
En dan denk ik, serieus, waren wij maar gewoon als vrienden door het leven gegaan. Want nu vrienden zijn is natuurlijk te moeilijk voor mij omdat ik verliefd ben geworden. Als ik meteen al wist dat het niet kon werken, had ik wel vrienden met hem kunnen zijn. We hebben namelijk eigenlijk zo'n ontzettend goede vriendschap. Eigenlijk was hij gewoon echt mijn beste vriend, als je het zo bedenkt. Maar echt ook, echt mijn beste vriend. Omdat hij dus inderdaad respectvol, nooit ruzie. En denk ik, ja, gewoon alles voor elkaar over hebben en zo. Dus ik denk dat ik ging nadenken, waarom ben ik dan nu op deze moment zo verdrietig? Want ik weet echt wel dat het een goede keuze is. Maar het is omdat ik hem als persoon, en het plaatje van een relatie, en dat ik hem als persoon in mijn leven niet meer heb. En hij heeft heel erg iets van, nou, we kunnen later gewoon vrienden zijn als jij dat kan. Maar ik heb nog nooit een mannenvriend gehad, dus ik weet niet of ik dat kan. En ik was vandaag weer afgevallen trouwens. Ik kan er niet echt blij mee zijn op dit moment. Maar en ik heb net weer 9 kilometer gefietst, dus dat is ook wel lekker. En ik eet gewoon goed, want ik heb gewoon, eet gewoon brood en een croissant en gisteren geborreld. Maar ik eet niet te veel en ik beweeg dus. Ga je zo mooi fluiten, Polly? Vind je het fijn dat ik aan het fluiten ben? Ik wilde eerst morgen naar werk gaan, dus ik had het al tegen mijn collega's gezegd. Maar ik moet van 11 tot 11:15 skypen met kids. En dan van 1 tot 3 leerlingbespreking. En dan om 3 nog een half uur met een jongen uit mijn klas praten. Dus dat is al bijna de hele dag. En van 9 tot 11 moet ik echt achter mijn laptop zitten om te chatten met de kids en zo. En te werken. Dus dat heeft helemaal geen zin om naar werk te gaan. Dus ik ga wel zorgen dat ik voor 11 even wat wandel en aan het eind van de dag nog even wat beweeg. Ik heb een super goede avond gehad. Echt heel positief. Ik ga niet bang zijn voor morgenochtend. En voel ik me morgenochtend weer slecht, dan had ik dat kunnen weten. Dus dan, ik ben benieuwd jongens. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is 10:30. Ik ben altijd aan het werk. Elke nacht word ik wakker. Rond een uur of 4 of zo gaat het goed. En dan word ik om 7:30 wakker en dan begin ik te piekeren en met klaarwassen. Veel minder sad vandaag hoor, dat wel, maar ik blijf sad in de ochtend. Alleen heel erg dat ik dan denk, waarom ben ik sad? Het overkomt je zeg maar gewoon. En dan dacht ik, oké, heel even. En dan ging ik gewoon, en dan, maar ik weet niet waarom ik nu hel. En ik hoop dat het dan zo een beetje gaat. Maar het is natuurlijk ook corona en dat je gewoon niet op je werk bent. En ik wou naar mijn werk gaan vandaag, maar ik zit de hele dag vol met besprekingen. Volgens mij neem ik te veel tijd om naar mijn werk te gaan. Over 20 minuten beginnen de Skype-gesprekken. Ik ben nog even bezig het bestand voor de leerlingbespreking in te vullen. Want dat heb ik om 1 uur, 2 uur lang. En nu ga ik even een kwartiertje snel de zon in voordat hij weg is. Even wandelen. Het is gewoon een heel deprimerend gevoel. Elke ochtend voel ik me niet blij. Maar het gaat wel beter, maar ik voel me gewoon niet blij. Dus ja, ik mis hem gewoon heel erg. Dat. Oké, buiten geweest. Ik ben echt wit, maar gelukkig wordt het dit weekend mooi weer. Ik denk dat door een break-up gaan in coronatijd echt zwaar is. En denk ik, ja, mijn oma die zit ook nu al heel lang zonder bezoek te revalideren. Maar ze mag nog niet revalideren. Wachten tot ze kan gaan revalideren. En ik kan hem dus gewoon mijn ding doen. Maar ja, je kunt jezelf wel wijsmaken, maar als je verdrietig bent, ben je gewoon verdrietig. Dat is natuurlijk gewoon een feit. Oh, over 2 minuten moet ik al bellen, joh. Zo, dat gaat snel. Ja, het is nu een beetje die fase dat je dus niet verdriet. Dat je dus verdrietig bent, maar niet bewust. Maar wat had ik dat eigenlijk al? Nee. Het overkomt je. Dat heb ik ook al gehad, maar ik heb ook heel erg het denken gehad. Gewoon als ik buiten loop, denk ik wel gewoon, ja, het is gewoon goed zo. En... maar in je lijf ben je nog gewoon verdrietig of zoiets. Of zo. En door corona heb je gewoon niet echt wat leuks om eruit te kijken. Dat is natuurlijk ook, hè. Neem niet op. Okay. Jij bent snel. Ik was te vroeg, maar ik zag dat jij online was. Ik heb even een kopje thee gezet ondertussen. Probeer anders gewoon
voor de lol drie woordjes per dag te blokken met die blokjes. Dat schriftje heeft hij echt pas net gekregen en toen ging school dicht. Dat is misschien nog een beetje lastig, maar hij weet echt wel als hij dat kaartje erbij houdt, weet hij precies. Banen. Dan blok je hem dus eerst gewoon B-A, dus dubbel A. En dan ga je er later achter komen van banen, dat lange klanken hebben pech. Ik haal een letter weg, dat die A dus verandert in een A. En die heeft dan ook een andere kleur. Nee, ik heb alleen dat ze naar logopedie gaat erin geschreven. Want wat vind jij? Wil je graag dat we haar erop laten staan, zodat we haar blijven bespreken? Oké, ik wil mijn ogen branden. Best een goede dag hoor, maar keihard aan het werk, niet normaal. Van call in call in call. Echt, op dit soort dagen kun je ook gewoon niet het werk nakijken van de kinderen. Is niet te doen. Wow. Net leerlingbespreking gehad, we waren wel een halve uur er klaar. Dus ik ben meteen alles, zeg maar hele lijst met alles wat je moet doen voor elke leerling. Ga ik altijd zo snel mogelijk doen, want nu zit ik in mijn focus en nu weet ik precies wat ik moet doen en uitstellen is niet handig. Dan over 25 minuten een jongen bellen. Dat is wel even een gesprek. Met zijn moeder ook, als het goed is. Dan een ander meisje bellen. Wel echt heel erg veel zin in. Altijd super enthousiast, maar zat net kon ze niet praten. Deed het niet. Haar ga ik bellen en dan is het klaar, maar dan moet ik nog echt super veel doen. Dus een hele pittige werkdag vandaag, maar wel... goed. Het gaat heel erg goed met mij. Het is 11 uur. Ik heb net lekker mijn bed verschoond. Want ik weet niet, ik verschoon tegenwoordig best wel vaak mijn bed. Met HD ik dat gewoon om de twee weken. Maar ik had ook iets van, ja, het voelt echt als een afsluiting nu van een zware week. Niet dat daarom, maar net toen ik het verschoonde dacht ik, lekker, schoon bed, fris. En ik heb gewoon zo erg vertrouwen erin dat een vriendschap tussen mij en HD erin gaat zitten. Want ik kijk first dates, ik word niet verdrietig. Ik ging oude foto's kijken, een filmpje waarop we zelfs aan het zoenen waren. Wat ik een keer per ongeluk had gevlogd, nooit heb uitgezonden natuurlijk. Ik keek ernaar en ik dacht, ja, dat was leuk. En ik weet niet, ik kan het ineens zo goed relativeren allemaal. En ik kan zo erg mezelf laten inzien dat een vriendschap zo waardevol is met hem. En dat ik het eigenlijk ook wel goed vind zo. Dat ik ook helemaal geen behoefte heb aan Tinder. En ik ben gewoon happy. Dus ik heb echt het gevoel dat ik morgen ook goed op ga staan. Ik ben heel benieuwd. Morgen is de laatste dag van deze vlog. Dus ik voel me eindelijk weer een beetje mezelf. Yes. Dus ik ben ook echt trots op mezelf. En ook wel op de relatie die Haan en ik hebben gehad. Echt heel bijzonder en heel mooi en heel goed. Dus ik heb het gevoel dat het wel goed gaat komen allemaal. Ja. Mijn vriendschap is ook iets heel erg moois. En ik weet dat hij dat ook graag wil. Dus maar het heeft tijd nodig. Dat kan ik niet zomaar beslissen. Maar ik voel dat ik daar naartoe kan werken. Oké, ik ga lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Ik ben weer om 7:30 wakker geworden. En ja, nou ja, dat is dan maar zo. En zoals voorspeld voel ik me inderdaad helemaal prima. Wel weer lopen dromen, maar over hele andere dingen. En ja, ik heb het gevoel dat het gewoon goed komt. En dat ik hier goed uitgekomen ben. Dat ik goede beslissingen heb gemaakt en zo. Dus daar ben ik blij om. Ik ga de weekvlog nu gewoon afsluiten in plaats van vanavond pas. Want deze vlog duurt al meer dan een uur op dit moment. En ik ben steeds aan het nalopen om er dingen uit te knippen. Maar het zijn zoveel liefdesverdrietverhalen dat ik niet meer kan horen wat ik nou dubbel zeg en niet. Dus hij duurt heel lang. En dan zien jullie me gewoon in de volgende weekvlog weer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je even je duimpje omhoog doet. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Op mijn nieuwe account. Want mijn oude krijg ik helaas niet terug. Wat echt heel jammer is. En dan duimpje omhoog dus. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!